Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We beginnen met een kaartje van de maxima tot halverwege vanmiddag. En we zien dat toen de hoogste temperaturen in het westen en zuidwesten gemeten werden, zo rond de 20 graden. In het oosten was het allemaal iets minder warm. Dat kwam doordat daar de zon pas later doorbrak. Maar uiteindelijk werd het vanmiddag ook daar geregeld zonnig. Temperaturen van 20, 21 graden zijn normaal voor deze tijd van het jaar. Zitten we vandaag dus ietsje onder. Maar kijken we nou elders in Europa en vooral ook richting het oosten, dan zien we dat ten oosten van de Zwarte Zee het zeer warm is. En dat we in Europa eigenlijk alleen in Spanje, Portugal, het zuiden van Frankrijk en dichtbij de Zwarte Zee in Roemenië, Bulgarije, Griekenland en Turkije temperaturen van meer dan 25 graden vinden. Ik kan die lijn ook wel even aangeven hier in Spanje. De 25 graden grens. En als we de boel nu in beweging zetten, dan zien we dat de warmlucht langzaam onze kant op komt. We moeten even de nacht door en dan zien we morgenochtend dat het kwik langzaam oploopt. En dat we dan morgenmiddag temperaturen alweer een stuk verder richting het noorden komen. Laten we zeggen dat we de 25 graden grens ongeveer zo kunnen tekenen. En als we dan naar vrijdag kijken, dan zien we dat de warme lucht snel verder zich naar het noorden uitbreidt. En dat het zelfs tot in onze regio heel warm kan worden. De 25 graden grens maakt dus grote sprongen onze kant op. Maar ik moet wel meteen zeggen, vrijdag later op de dag komen er buien. En dan wordt de warme lucht weer verdreven. In het zuiden van Spanje is ondertussen de temperatuur flink opgelopen. Tot boven de 35 graden. En na het weekend lijkt het daar nog warmer te worden. Misschien zelfs wel recordwarm. Dat is allemaal nog ver weg. Komen we de komende dagen natuurlijk op terug. In Nederland geen recordwarme dagen. Maar vanavond met droog weer, geregeld zon en temperaturen van 16 tot 18 graden is het natuurlijk ook geen slecht weer. Prima weer om buiten actief te zijn. De wind neemt geleidelijk wat af. Vannacht staat er weinig wind, trekken er wel wolkenvelden over het land. Die horen bij een zwak warmtefrontje. Daardoor kan er in het noorden aan het einde van de nacht misschien ook een spatje regen vallen. Geen koude nacht, minima tussen de 10 en 15 graden. Morgen overdag dan opnieuw enkele wolkenvelden, maar zeker ook zonnige perioden. Verwacht meer zonneschijn dan vandaag. En die wolken, dat zijn stapelwolken. En heel misschien groeien die in het noordoosten uit tot een bui. Maar de rest van het land lijkt het droog te blijven. Temperatuur boekt wat winst, 20 à 21 graden langs de noordkust, 23 à 24 graden in het zuiden, op een enkele plek boven de zandgronden misschien 25 graden. De wind komt morgen uit het westen tot zuidwesten en is meestal ongeveer windkracht 3. En dan vrijdag, ja dan komen we dus in nog warmere lucht terecht, in het zuidoosten misschien zelfs 27 graden. Vroeg in de ochtend in het noorden nog een buitje en dan later op de dag, misschien pas in de avonduren, vanuit het zuiden kans op buien. Daarbij kan het dan ook onweren. Heel zwaar onweer verwacht ik niet, maar ja, elke onweersbui is een gevaarlijke bui uiteraard. Dus hou dat toch in de gaten als je vrijdagavond buiten wilt zijn. Zaterdagochtend trekken de buien weg, ook dan kan er nog een klap onweer bij zitten. Zaterdagmiddag lijkt het grotendeels droog te zijn, dan schijnt de zon weer wat vaker. Temperatuur levert wel weer een graad of 5 in. Het wordt rond de 20 graden. Zondag slechts een enkel buitje. Dat dan vooral in de middaguren. Ook van tijd tot tijd zon. En dan wordt het weer een fractie zachter. Kijken we dan wat verder vooruit. Nou, dan zien we dat de kans op zomerweer na het weekend behoorlijk gaat toenemen. De kans op meer dan 25 graden loopt behoorlijk op. En halverwege volgende week ligt die rond de 50%. En daar blijft die dan ook een lange tijd liggen. En de kans op meer dan 30 graden, tropische dagen, dat zien we hier onderin. Ja, die neemt ook toe. Die wordt ongeveer 25%. Dus ook dat wordt een, toch een substantieel getal. We gaan het rustig afwachten. In de grafiek zien we het ook terug. Er komen steeds hogere pieken na het weekend. En of het ook echt zo heel warm gaat worden, dat is natuurlijk nog steeds onzeker zo ver vooruit. In ieder geval morgen een hele aardige dag. Vrijdag dus kans op onweersbuien en temperaturen vrijdag het hoogst van deze week. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.